Mijn naam is Lea Bouwmeester en ik ben Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En ik vind dat iedereen fijn samen moet kunnen leven in hun eigen wijk. Maar te vaak krijg ik nog mailtjes of bellen mensen me dat ze last hebben van mensen die thuis cannabis stelen, drugsrunners die de wijk onveilig maken, die de boel intimideren. Daar moeten we dus nu een eind aan maken. En daarvoor gaan we twee dingen doen. 1. We gaan de teelt reguleren, de teelt van cannabis, zodat thuisteelt helemaal niet meer nodig is, maar het onder toezicht geplaatst wordt. En de thuisteelt die nog overblijft, daar maken we korte metten mee. Want pas dan kan iedereen veilig en op een prettige manier in zijn eigen wijk met elkaar leven.